Wat hebben we geleerd vandaag? Nog een basisveronderstelling. We hebben er 8, dus we kunnen daar wel eventjes mee door. Er is altijd een andere keuze. Deze is 100% de eerste eigenschap van Covey. Er is altijd een andere keuze. Geeft zuurstof. Daar komen het is niet moeten. Er is altijd een andere keuze. Elke keuze heeft zijn gevolg. Maar het moment dat je beseft van ik heb zelf de keuze, dat wil zeggen ik heb ook de keuze om een andere keuze te nemen en dan na te denken wat wil dat zeggen, wat zijn de gevolgen van keuze 1 of keuze 2, dan ga je enorm je autonomie versterken. En als er één ding is wat veel van onze klanten en ook ikzelf enorme nood aan hebben, is die autonomie. Het feit van het echt wel zelfstandig te mogen doen, zelfstandig te mogen beslissen, niet directief, maar effectief, vanuit de eigen keuze te mogen werken, is een enorme zuurstofstoot. Ik weet nog in mijn burn-out is dus net het omgekeerde, daar zie je geen andere keuze meer, daar word je eigenlijk volledig geleefd door de dingen rondom jou, je cirkel van invloed is heel klein geworden, je cirkel van betrokkenheid heel groot, wat heel uitputtend is. Het feit dat je beseft dat je bij elke volgende situatie een andere keuze hebt, ga jouw cirkel van invloed een beetje vergroten. Je gaat een beetje zuurstof krijgen, wetende dat er opties zijn. En niet zo goed als opties die je zelf in handen hebt. Dus dit is echt weer één cirkel invloed, cirkel van betrokkenheid. Je hebt de keuze om dit te doen, maar je hebt ook altijd nog een andere keuze. Dus niks moet, maar elke keuze heeft gevolgen. Dus ik ook hier zeggen, soms zijn keuzes, hebben keuzes heel grote gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan van, ik ga niet op mijn werk, ik ga van werk veranderen. Ja, die impact is enorm groot. Laat jou helpen als je een belangrijke keuze moet nemen, want reflectie tegenover een persoon die daar neutraal staat tegenover die situatie, zou nog wel een keer kunnen nog extra keuzes zichtbaar maken waar jij jou niet bewust van bent. Want meestal zie je maar 2 keuzes. Hè. Of ik hou het vol, of ik vertrek. Ja, dat is nogal zwart-wit natuurlijk. Meestal is er niet alleen een andere keuze, maar zijn er meerdere andere keuzes. En daar kan zeker een coach in helpen. Of in het groepstraject, door reflectie met elkaar, ga je daar zien dat je veel meer andere keuzes hebt. Want ja, eigenlijk zeker wij divergent denkers, als je de zuurstof hebt en het geloof dat er opties zijn, ga je nog wel een keer meer dan 2 andere keuzes kunnen uit jouw hoge hoed toveren. Dus ik zou zeggen vandaag, eerst volgende keer dat je zegt, ik moet dat doen, nou, ik heb geen keuze, denk aan deze zin en verzin op zijn minst 1 andere verzin. Zoek op zijn minst 1 andere keuze die je ook zou kunnen nemen, liefst een paar, en reflecteer naar keuze en de gevolgen. Als ik dit zou kiezen, wat dan? Als ik dit zou kiezen, wat dan? En denk ook in uw cirkel van invloed en betrokkenheid. Als ik deze keuze maak, wat kan ik doen om deze keuze tot een succesverhaal te brengen? Niet de keuze, mijn baas moet maar meer naar mij luisteren. Werkt van geen kanten. Je kunt niet in zijn oor kruipen en zijn brein omschakelen, dat hij alleen jouw stem nog hoort. Dus laat al die elementen spelen. En kijk vandaag bij de eerste keer dat je zegt, ik moet en ik heb geen keuze. Zoek op zijn minst 1 andere keuze. Succes!